De afgelopen maanden leek de prijs van tweedehands auto's een beetje te zakken. Maar dat houdt nu op. Volgens de Telegraaf ligt de prijs hoger dan ooit. En vooral elektrische tweedehandsjes... die raak je aan de straatstenen niet meer kwijt daardoor. Een gemiddeld occasionnetje staat nu te koop voor bijna 25.000 euro. De autozoeker die wil echter onder de 20.000 blijven. En dat lukt voor die elektrische modellen vaak niet. De overheid probeert met allerlei subsidies... om die groene auto's alsnog aan de man te brengen. Maar vooralsnog zonder resultaat. Ook overigens ook omdat de vraag is hoe lang die subsidies dan blijven staan. Nog even de cijfers uit dat onderzoek in de Telegraaf. Meer dan de helft gaat alsnog voor een benzineauto, een kwart zoekt hybride, 9% diesel en pas 8% wil aan de elektrische wagen. Ja, ik begreep dat u ook om die reden hybride bent gaan rijden. Ja, wij hebben laatst ook een hybride auto gekocht. Ja, nou, om, om die reden. Maar het was in, inderdaad voor ons de beste, de beste optie. Ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel mensen geldt. Dat het niet zomaar even eenvoudig is om nu een elektrische auto aan te schaffen. Dat is overigens ook een van de redenen geweest waarom wij als VVD gezegd hebben. Als je nu opeens die brandstofaccijns voor benzine enorm omhoog laat gaan. Nee. Vanuit het idee, nou ja, hè, mensen hebben ook alternatieven. Ja, dat alternatief is er heel vaak voor mensen niet. Nee. Dus uh, ik, ik ben blij dat we dat uh, ook weer voor het nieuwe jaar uh, laag hebben weten te houden. Het alternatief is er wel voor Jacob van Ja, je rijdt wel elektrisch, hè? Ja, ik rij elektrisch, maar en en ik denk dat veel uh, ondernemers de stap aan het maken zijn, omdat ze weten dat ze moeten verduurzamen. Dus mm -hmm. daar ook goed over nadenken. Maar het punt wat net gemaakt werd, of we het al dan niet blijven voortbestaan van subsidies, of wel of geen motorrijtuigenbelasting, of wel of niet een groot rijbewijs nodig hebben als je een elektrische bus hebt, maakt natuurlijk ondernemers, en daar gaan we het straks over hebben, maakt dat ze het beleid van de overheid totaal onvoorspelbaar vinden. En dus niet door investeren in elektrificatie. Omdat ze dus er niet op kunnen vertrouwen dat. Als je die dingen niet weet, blijven. als je niet weet of het blijft zoals het is, dan maak je de keuze om dan maar te te houden wat je hebt. En het ingewikkelde is dat daardoor dus ook er heel erg weinig tweedehands elektrische auto's op de markt komen, omdat ze nooit eerstehands verkocht worden. Dus uh, voor de ja. overheid een extra reden om gewoon stabiel te zijn als het gaat om als je aanmoedigen wil dat elektrisch een alternatief is, hou dan een tijdje vol en ga niet de regels iedere zoveel jaar weer veranderen.